deze kunnen we ook wel hier bij het fietsverzet nemen. Hoezo? Waar je me gaan verzetten? Nee, dat is ook niet. Dan zetten we hier gewoon zo'n paar neer. Oh, je bent in camouflage. Ja. Kijk, hoe is het met ons tuintje? Oei, het tuintje moet een beetje aandacht. Maar hij heeft net aandacht gehad. Ja? Hoe heet het ook alweer? Guerilla Garden. Guerilla Garden, onze guerilla tuin. Maar nu is het kerstboom op tijd. Dit is de kerstboom. Dit is de guerilla gardener van de straat. Oh, ik kom niet al natuurlijk. Ja, sst. We vertellen niet hoe je eet. Oké, dank je, Peter. Zo, hé. Die ligt er heel lang al niet tegen. 100 jaar. Ja, minstens. Dat we ook dat klopt, 100 jaar. Het huis is 100 jaar oud. Maar ik denk dat het mooi is als hij precies in het midden staat. Zo hier. Ja? Dus we moeten even. Die gaan we eerst eens even opsporen. En dan laat ik ondertussen het andere tuintje even zien. Want hier hebben we nog een tuintje. Nee, we zeggen niet waar het is. Hé, hey, daar bloeit ook nog wat. Tata. De viooltjes staan nog te bloeien, joh. Tuintjes. En hier een tuintje. En dan gaan we gauw terug. Anders missen we het. Is dat ook groen, zand? Zand is hartstikke groen. Vind je? Ja, dat vind ik. Even meten. Toevallig. Van wie zou die zijn geweest? Rutteloze. Ja. Moet ik helpen? Een beetje water hebben we nodig om bij te doen. Ah. Ja, kijk eens. Hey. Oh. Zo hé, die heeft goede wortels. Dat ga ik wel doen. Ja, moet ik even aarde pakken? We hebben een boom gered. Zoals dat heet. Nou, niet helemaal. Zo. Een beetje tegen de muur aan. God save the queen en onze buurman save de kerstboom. Hier is een taak in deze wereld. Zoiets? Ja. Ja, die gaan groeien, hè? Leuk. Groeien. Hoppakee, groeien. Ja. Dan gaan we hem gewoon heel veel aandacht en liefde geven. We zullen zien of hij het leuk vindt hier. Heel de wereld heeft zijn kerstboom net opgeruimd. En wij ook, hè? En wij. Ik, voor het eerst van mijn leven, heb ik een kerstboom. Hoe zullen we hem noemen? Het is een vrouwtje. Dat heb ik niet gezien. Wat zei je? Heb je niet gezien? Thea heet. Thea. Thea, de kerstboom. Thea, kaas en peer. Vind je niet leuk? Je mag meestemmen. Weet je wat beters? Ja, ik was er niet helemaal op voorbereiden dat bomen nou. Oh shit, mijn koffer. Nou, met iedereen wie ik ben. Oh nee. Lila. Lila. Ja, maar hij is groen. Van. Madelief kunnen we ook wel noemen. Het is een bom, hè? Ja, dit is al een bloem. Hij is ook groen, geen lila. Zo. Gooi het maar. Sta je lekker? Nee. Mocht je nou denken, dit gaat nergens over. Jawel, het gaat wel ergens over. Kijk, als je één boom redt, hè? Dalida.
Vind je dat leuk? Salvatore. Ja, Dalida. Wat nou, weet je wat beter is dan? Ja, dat komt vanzelf. Maar, piek is ook leuk. Alleen ik ken al iemand die verkeerd is met haar. Het is wel leuk van een kerstboom om piek te doen. Boom naar te doen, naar zijn... Naar zijn top. Naar zijn opsier, zoals. Want het is juist een breuk met de traditie. Hè? Ja. Komt vanzelf. Ik ben voor afwachten. Okay. Niet voor de naam afwachten, dat is een beetje een rare naam. Ja. Zij fluistert ons haar naam toe. Het leuke is, dan kunnen we een bordje maken op de muur. I am... Legend. Is het een film met Will Smith? Will, dat is wel een leuke naam. Will, met een wil, met een eigen wil. Kerstboom met een eigen wil. Wie wil? Wie listen? Wie wil? Zie je? Ik heb dat wel meer dan ik had gedaan. Ja, wil. Hier staat een willpower. Ja. Dat je niet aan de waarheid van het wil kunt onttrekken. Oh. Dat is ook mooi. I am the truth. I am the will. I am the power. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat van de zomer zal zijn. Wat? Kies voor het beste deel. Nou ja, hoe die over 2 jaar is, dan kom je waarschijnlijk tot de dag gaan. Denk je? Oké, de datum is? 29 januari 2018. Oké. En nu komt hij tot ongeveer jouw schouder. Jouw kin. Misschien kan hij dan toch eindelijk wortelen. Leuk.